Goed, vandaag gaan we rechtstaande oefeningen doen. Degenen die steun nodig hebben, kunnen er een stoel bij nemen. Oké, we gaan starten met opwarmen. Dus stevig doorstappen. Voilà, dat we de benen goed opwarmen. Gebruik je armen ook mee. Heel goed. Tik met je tenen voorwaarts. Tik, tik. Oké, nog 8 keer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Marcheren. En we gaan ondertussen de polsen losmaken. Goed draaien, buigen in de polsen. Oké, ja. Schouders op en neer. Op en neer. Op en neer. Op en neer. Nog 3, 2 en 1. Afwisselen je linker en je rechterschouder. Ja, super. Goed losmaken. 4, 3, 2 en 1. Oké, grote cirkels maken. Inademen en uitblazen. Nog eenmaal. Ook achterwaarts. Nog eenmaal. Voilà. Oké. En dan de nek nog losmaken. Je gaat naar beneden en naar boven kijken. Naar beneden. Beneden. En naar boven. Van links naar rechts over je schouder kijken. Goede rekking voelen in de nek. Benen lichtjes gespreid, de rug nog losmaken. Oké, heel goed. Goed in- en uitademen. En laatste keer. Oké, voilà. We zijn opgewarmd, dus nu kunnen we effectief starten. We doen 3 oefeningen, telkens 30 seconden. 30 seconden rust en dan herhalen we deze 3 oefeningen. Zijn jullie er klaar voor? Hier gaan we. Klaar. Ja. Dit is mijn chronometer. Ja, hier tel ik natuurlijk de 30 seconden. Ja. Knieën zo hoog mogelijk brengen. Ja. Je mag je armen gebruiken als dit gaat. Je kan ze ook gewoon weglaten. Heb je graag steun? Hou je de stoel vast. Nog 10 seconden. 4, 3, 2 en 1. Op de tippen gaan staan. Armen naar boven duwen. En uitblazen. Probeer je armen te strekken naar boven. Ja. Nog 10 seconden. Drie, twee, één. Volgende oefening is een squat. Je gaat je poep achterwaarts duwen. Knieën komen niet voorbij de tenen. Ja, en goed buigen in de heupen. Op deze manier. Ja. Heel goed voor de bovenbenen. Dus probeer zo diep te gaan als je kan. 5, 4, 3, 2, 1. Marcheren. Dit waren dus de eerste 3 oefeningen. Die gaan we zo dadelijk weer herhalen. We begonnen met de knie opwaarts. Daarna onze armen. En onze squat. Oké, eventjes rustig in- en uitademen. Nog 10 seconden. 4, 3, 2. Knie opwaarts. Ja. En op, hop
En op, heel goed. Voilà. En trek de armen naar beneden als je kan. Nog 10 seconden, kom aan, hè. Goed bezig. 5, 4, 3, 2, 1. Op onze tippen gaan staan, armen naar boven duwen. Heel goed, kom aan, hè. Nog 15 seconden. Je mag het voelen in de kuiten, hè. Goed op die tippen gaan staan. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, onze squat. Buigen in de heupen. Poep achteruit. Ja. Heel goed. Heb je wat steun nodig, kan je natuurlijk de stoel vastnemen. Je doet juist hetzelfde. Goed de zitvlak achteruit duwen. Heel goed. Drie, twee, één. Oké, marcheren. Dan zijn we aan ons tweede deeltje gekomen. Weer 3 andere oefeningen. En onze eerste oefening is onze hiel naar ons zitvlak brengen. Binnen 15 seconden gaan we dat doen. Nog 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Stap opzij. Stap en op, stap en op. Breng je hiel naar je poep. Voilà. En de armen kan je opentrekken. Schouders openen. Ja. Plaats maken in de longen. Voor de longen. Oké, super. Nog 5, 4, 3, 2 en 1. Marcheren, krachtig. Goed doorstappen. En de armen gaan voor- en zijwaarts. Is het te snel, kan je ook traag. Je armen openen en voorwaarts trekken. Ja, gaat het goed, doe je het sneller. Voilà. Heel goed. 5, 4, 3, 2, 1. Dan hebben we de lunges. Je stapt naar voren. Evenwicht houden. En je duwt je terug. Ander been. Evenwicht houden. En terug. Ja. Gaat het goed, buig je door. De knie tot bijna op de grond. Hou je schouders recht. Niet gaan hangen. Ja. Oké, voilà. 3, 2, 1. Marcheren. Voilà. Dat waren weer 3 oefeningen. Deze gaan we weer herhalen. Nog 20 seconden. Weten jullie nog welke het waren? Hiel naar het zitvlak. De armen voor- en zijwaarts. En onze lunges. Ja. 6, 5, 4, 3, 2, stap opzij. Stap op, stap op. Hiel zo hoog mogelijk brengen. Ja, armen. Open trekken. Heel goed. Nog 15 seconden. Breng je hiel zo hoog je kan. Gaat goed. 3, 2, 1 en marcheren. Hier gaan we weer. Armen voor en zijwaarts. Voor en zij. Voor en zij. Als het te snel gaat, een beetje trager. Oké. Maar als het goed gaat, doen we het sneller. Hop, hop, hop. 3,
twee, één. Hier gaan we weer, onze lunches. Hou je evenwicht, duw je terug. Ja, heb je steun nodig, pak je de stoel vast. Ja, doe het op die manier. Hou de schouders recht, hè. Zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. Marcheren. En dan zijn we bij de laatste drie oefeningen gekomen. Deze gaan we ook nog eens herhalen, natuurlijk. Onze eerste is een stap opzij zetten en achterwaarts tikken. Ik ga het direct laten zien. We hebben nog 10 seconden. 4, 3, 2 en 1. Stap opzij en tik achter. Ja, des te groter je stap, des te zwaarder de oefening. Dan kan je nu zelf kiezen. Je kan hem in het klein doen. Of je kan hem wat groter maken. Ja. 15. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En marcheren, hier gaan we weer. Voor onze schouderspieren gaan we vliegen. Ja. Nog 15 seconden. We houden vol. Het gaat goed. 5, 4, 3, 2, 1. En laten rusten die schouders. Onze laatste is een V-step. Je zet je voeten open en sluit de achterwaarts. Dus openen en sluiten. Openen en sluiten. Ja? Open, sluiten. Als het goed gaat, kan je de armen erbij doen. En die gaan op, op, neer, neer. Op, op, neer, neer. 3, 2, 1, marcheren. Dat waren weer 3 oefeningen. Even rust, 30 seconden. En dan gaan we ze herhalen. Wat was de eerste van de laatste 3? Tik achterwaarts. Ja, klopt. Nog 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Stap opzij. Stap, tik, stap, tik, stap, tik. Heel goed. Ja, gebruik je armen voor je evenwicht. Als het niet alleen gaat, pak je de stoel. Stap, tik, stap, tik. Kan je perfect doen. Nog 10 seconden. 4, 3, 2, marcheren. En we gaan weer vliegen, hè. Kom aan, hè. Drie, twee, één. In de andere richting eens draaien. Hou je armen op schouderhoogte. Je kan het wel. Kom aan, volhouden. Drie, twee, één. Onze V. Openzetten, sluiten. Voilà, heel goed. En onze armen mogen erbij. Hop en neer. Op en neer. Op en neer. Op en neer. Super, heel goed. Nog 10 seconden, we houden vol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Goed zo, super goed gedaan. Eventjes marcheren. De benen losmaken. Oké, geweldig. Rustig inademen. En lang uitblazen. Inademen. Lang uitblazen. En ontspannen.
Super gewerkt allemaal. Hopelijk tot morgen.